We kunnen toch helpen zoeken? Posters maken of zo, zegt Flora. Dat is tenminste iets. Weten jullie soms iets beters? Woensdag 10 oktober kwam de schrijfster Suzanne van het Hullenaar naar de bibliotheek in Hezen. Zij is bij de jeugd vooral bekend om haar boeken over de Groene Hand, een geheime club van en voor kinderen. Ze las voor uit haar laatste boek, Het Blauwvonkmysterie. Daarna konden kinderen aan de hand van zoekopdrachten een paspoort maken voor de Club van de Groene Hand. De kinderen moesten ook een code ontcijferen en een verhaal maken. Ik ging vandaag gewoon naar de piep en toen zag ik dat er een schrijfster was. Wat de boeken voor ons extra leuk maakt, is dat de schrijfster ruim 10 jaar in Hezen heeft gewoond. Ik heb zelf vroeger in Hezen gewoond, van mijn 4e tot ongeveer mijn 15e. En toen ik in Hezen woonde, bestond de Groene Hand echt. Die liep echt rond bij ons op school. Daar gebeurden echt dingen die je nu kan teruglezen in mijn boeken. Dus het idee van die boeken komt ook eigenlijk uit wat ik hier vroeger zelf in Hezen heb meegemaakt. De kinderen hebben veel inspiratie opgedaan. Dus wie weet is er binnenkort nieuw talent op komst. De koning was nooit aardig tegen de mensen, dus ze wilden niet dat de koning nog leefde. Alleen er was een verrader in hun midden. De spannende boeken van Suzanne van het Hullenaar worden aanbevolen voor kinderen vanaf 9 jaar.